voorzitter. Ja, mevrouw de staatssecretaris, wij willen u bedanken voor deze beleidsverklaring. Al moet het gezegd worden hier in deze commissie, de bespreking van deze beleidsverklaring komt te laat conform het Kamerreglement en dat betreuren wij toch. In de beleidsverklaring opent u het hoofdstuk begroting met de vaststelling dat het begrotingsbeleid een bepalende factor wordt in deze legislatuur. Ik denk dat, en wij denken dat, dit nog een onderschatting is van het belang van de begroting. Dat beseft trouwens ook collega Lawesch, dat heeft hij daarnet nog even benadrukt, het enorme belang van de begroting. Menig waarnemer stelt dat de begroting wel eens de Achilleshiel wordt van deze regering. Achilles achtte zich onkwetsbaar, ongenaakbaar, maar hij had wel één zwakke plek en dat kostte hem uiteindelijk het leven. Bij het voorlezen van de regeringsverklaring op 1 oktober achtte de nieuwe premier zich, net zoals Achilles, ongenaakbaar. De nieuwe federale regering benoemde zich tot de coalitie van de grote verbinding. Wou komaf maken met het politiek geruzie, stond boven wat men heet de polarisering en zweert bij samenwerking en respect. Grote woorden uiteindelijk om de inherente zwakte te verbergen. Maar de Achilleshiel van de regering De Croo bleek al snel de begroting. Tijdens het debat in zaken de regeerverklaring was er een discussie tussen de premier en een aantal Kamerleden over de interpretatie van de begrotingstabel. En de essentie was uiteindelijk niet wie gelijk had, maar wel dat deze regering zichzelf rijk rekent. Dat deze regering vertrekt vanuit onrealistische economische scenario's. Net zoals Achilles gelooft deze regering blijkbaar in mirakels. Net zoals Achilles doet deze regering uiteindelijk aan zelfoverschatting. En uiteindelijk hoogmoed komt voor de val. En bij de start van een nieuwe regering moeten we ons natuurlijk de vraag stellen, wie gaat dat allemaal betalen? Ook hier blijft deze beleidsverklaring bijzonder vaag over. Want het is natuurlijk bijzonder makkelijk om een akkoord te vinden tussen partijen als niet duidelijk is wie de factuur zal betalen. 1/3 van de budgettaire inspanning komt uit inkomsten, nieuwe belastingen dus. En 1/3 zal komen uit diverse, wat meestal ook nieuwe belastingen zijn. En ja, collega's, er komen nieuwe belastingen aan. We hebben het allemaal kunnen volgen, 2 weken geleden een uitbreiding van de effectentax. Vorige week een stijging van de accijnzen op tabak. Deze week een koolstoftax en na de veroordeling door het Europees Hof nog een belasting op huurinkomsten. Reeds 20 jaar maken de liberalen deel uit van eender welke regering in dit land. Reeds 20 jaar beloven de liberalen geen nieuwe belastingen. En ook tijdens deze onderhandelingen hoorden wij dagelijks die belofte. Maar ook nu blijkt dat een zoveelste gebroken belofte te zijn. Al dat gekibbel tussen de nieuwe regeringspartijen kan natuurlijk niet verhullen dat dit een belastingsregering wordt die zijn gelijke nog niet heeft gekend in de Belgische politieke geschiedenis. En over die koolstoftax, mevrouw de staatssecretaris, heb ik toch nog een vraag aan u. Nergens kunnen wij lezen wat uw regering met deze tax wil doen. En vandaar mijn eerste concrete vraag. Zal de koolstoftax worden gebruikt om de begroting te financieren? U vangt uw beleidsverklaring ook aan met de stelling dat u een verstandig en dynamisch begrotingsbeleid wil voeren. Maar dat vooropgestelde dynamisme blijkt op geen enkele manier uit de rest van uw beleidsverklaring. De begroting van 2021 is gebaseerd op de veel te optimistische economische vooruitzichten van september 2020. De variabele inspanning in de begroting die u vooropstelt is gebaseerd op de middellange termijn vooruitzichten van het Federaal Planbureau van juni 2020. Die ook werden gebruikt tijdens de regeringsonderhandelingen. Dit is geen verstandig en dynamisch begrotingsbeleid. Dit is eigenlijk achter de feiten aanhollen. Ondertussen zijn deze cijfers compleet achterhaald om 2 redenen. Die prognoses dateren allen van het moment toen er nog geen sprake was van een tweede verstrengde
lockdown. Die realiteit moet dus bijgepast worden door het losbarsten van de tweede coronagolf en door de verschillende overheidsmaatregelen. Niet alleen de horeca moest ondertussen sluiten, maar ook heel wat niet-essentiële sectoren en contactberoepen. Ten tweede, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie halen de deadline voor de afronding van de Brexit-onderhandelingen mogelijk niet. Een no-deal Brexit wordt steeds waarschijnlijker en dreigt belangrijke gevolgen te hebben, niet in het minst voor Vlaanderen als open exportgerichte economie. De economische context in dit land is dus enorm verschoven, maar de regering stelt dat van de contouren van het regeerakkoord niet meer wordt afgeweken. Maar dat is natuurlijk de realiteit ontkennen. De vooruitzichten die als basis dienen van deze beleidsverklaring zijn totaal onrealistisch. En vandaar hebben wij een eerste aanbeveling reeds geformuleerd, die wij straks ook aan het parlement zullen bezorgen. En men kan zich ook verschillende vragen stellen bij de ontwerpbegroting die werd ingediend bij Europa, mevrouw de staatssecretaris. En daarover gaat mijn tweede vraag. Een aantal vragen over die ontwerpbegroting aan Europa. Zo worden de coronamaatregelen geraamd op 17,53 miljard of 3,9% van het bbp. Dat lijkt ons een onderschatting te zijn. Trouwens, ook de minderinkomsten lijken ons in de realiteit veel groter te zijn dan weergegeven in de ontwerpbegroting. Kunt u dat even nader toelichten? Tweede subvraag hierbij, bij die ontwerpbegroting aan Europa. Ja, het studiebureau Graydon verwacht eind dit jaar en in 2021 een golf van faillissementen met uiteraard een sterke toename van de werkloosheid als gevolg. Wellicht zal er dan ook in 2021 geen belangrijke daling van de uitgaven voor werkloosheid gerealiseerd worden, wel in tegendeel. De ontwerpbegroting lijkt weinig of geen rekening te houden met deze nochtans waarschijnlijke evolutie. Kunt u ook dat even toelichten? Derde subvraag daarbij. Ja, het werd hier al gezegd, de wederopbouwreserve werd gisteren gestemd in het parlement. Ja, hoewel deze op termijn een terugverdieneffect zal kennen, vinden we in de ontwerpbegroting geen enkele directe impact terug. Kunt u dat even verklaren? Vierde subvraag, de schuldgraad loopt ondertussen op richting 120% van het bbp dit jaar. De schuldgraad zal dus eind dit jaar wat heet de veilige bovengrens benaderen. In België bedraagt die veilige bovengrens van de overheidsschuld 120% van het bbp. Dat schreven toch enkele economisten in het tijdschrift van de Nationale Bank. Onderschrijft u dat standpunt en bent u van oordeel dat de overheidsschuld gerust kan oplopen boven de 120%? Houdt de regering rekening met de mogelijkheid dat de rente niet eeuwig laag blijft of zelfs negatief zal blijven? En acht u de jaarlijkse bijkomende budgettaire inspanning van 0,2% van het bbp die u hebt opgenoemd in uw presentatie, acht u die voldoende om de ontsporing van de schuldgraad boven de 120% te voorkomen? En vijfde subvraag bij die ontwerpbegroting. Ja, de Vlaamse begroting werd opgesteld zonder rekening te houden met Oosterweel. De ontwerpbegroting die werd gestuurd aan de Europese Unie zijn cijfers inclusief Oosterweel. Ja, wat is nu eigenlijk de correcte situatie? Moet de begroting aan Europa inclusief of exclusief die Oosterweelverbinding zijn? En wat is de situatie van die kosten die buiten de begroting worden gelaten in andere gewesten? Dat is mijn tweede vraag, dus over de ontwerpbegroting bij Europa. Nu, mevrouw de staatssecretaris, we lezen ook letterlijk in uw beleidsverklaring, ik heb het gisteren ook in het parlement gezegd, we werken aan meer transparantie en duidelijkheid. Dat zijn twee andere rode lijnen die u zal terugvinden in mijn beleid. Mijn motie over de begrotingstabel, die gisteren werd gestemd in het parlement, namelijk om dit parlement een uitgebreide begrotingstabel te bezorgen en alle achterliggende informatie, parameters en toelichting, werd in deze commissie door de meerderheid gewoon weggestemd. Gisteren ook in het parlement. De regering De Croo verhindert bovendien een ernstige discussie over de beleidsbrieven. We zijn vandaag 13 november en conform het Kamerreglement moest deze beleidsverklaring eigenlijk al gisteren 12 november worden besproken. De meerderheidspartijen in het parlement leggen het Kamerreglement naast zich neer. Dat is alvast wat ons betreft geen goed begin. En het getuigt
uiteindelijk alles behalve van transparantie en duidelijkheid. U zegt ook dat het voeren van een krachtig herstelbeleid gericht moet zijn op het herstel van onze ondernemingen en het verhogen van onze investeringen als antwoord op belangrijke uitdagingen zoals het klimaat en opportuniteiten zoals digitalisering. U legt dus de klemtoon op klimaat en digitalisering. Maar wij verschillen daar toch fundamenteel van mening. Wij vinden dat de volle aandacht moet gaan in het herstelbeleid naar het beschermen van ons economisch weefsel, de specifiek getroffen sectoren en de vele kleine en middelgrote ondernemingen die dit land hebben grootgemaakt en dus niet naar klimaat. En vandaar ook dat wij een tweede aanbeveling daarover hebben geformuleerd. Ik wil deze regering alvast waarschuwen. Kom na deze ongeziene sociaal en economische crisis alsjeblieft bij onze bevolking en onze bedrijven niet meer af met miljarden voor klimaat. Terwijl de gewone burger in dit land probeert de eindjes aan elkaar te knopen. Terwijl heel wat ondernemers hun zaak, hun droom zien kapot gaan, moet elke cent in de begroting gaan naar onze eigen mensen en niet naar die klimaathype. Als deze regering van één ding zou moeten bezeten zijn, dan is het niet van het klimaat, maar wel van de ongezien zware economische crisis die op ons afkomt. Vergeet dus die groene dogma's van voor de coronacrisis. We zijn in een totaal andere economische realiteit aanbeland. En in uw regeerverklaring stelt u, mevrouw de staatssecretaris, het herstel- en investeringsplan zal een krachtige impuls aan onze economie geven, jobs creëren en de transitie naar een koolstofarme economie versnellen. Ik denk dat we al heel blij zullen mogen zijn als we deze legislatuur nog mogen terug evolueren en aanpikken bij onze koolstofrijke economie van voor de crisis. In totaal werden in het federale regeerakkoord voor het herstelbeleid gecumuleerd 4,7 miljard euro middelen ingeschreven voor de periode 2020 tot 2024. Dat zagen wij ook in uw presentatie van daarnet, mevrouw de staatssecretaris. Maar dat bedrag van 4,7 miljard sluit niet aan met de begrotingstabel die wij kregen op 1 oktober. In die begrotingstabel zien wij namelijk bij relance een gecumuleerd bedrag, dat gaat van 2021 een 750 miljoen euro naar een 305 miljoen euro in 2024. Als men dat allemaal optelt, zien wij 2 miljard. Klimaatactieplan stond er in uw begrotingstabel van 791 miljoen euro in 2021, evoluerend naar 12 miljoen euro in 2024, dus gecumuleerd 1,3 miljard. Als men relance en klimaatactieplan samentelt, komt men aan 3,4 miljard euro in uw begrotingstabel die u uitdeelde. Maar hier in uw beleidsverklaring zien wij een bedrag van 4,7 miljard. Dat is een verschil van 1,3 miljard. Kunt u dat verschil even toelichten? Dat is mijn derde concrete vraag. Vierde concrete vraag. De gouverneur van de Nationale Bank stelt dat de relancemaatregelen gericht moeten zijn op de getroffen sectoren. De hardst getroffen sectoren, zoals horeca, moeten volgens Wunsch overheidssteun blijven krijgen. En dat is mijn vierde vraag. Dus hij pleit dus voor doelgerichte en specifieke steunmaatregelen. Een algemene relance is volgens hem niet nodig bij een asymmetrische schok. Is dat ook de visie van uw regering? Vijfde concrete vraag. In het nieuw beleid voorziet u dat de middelen tegen 2024 oplopen tot 3,2 miljard. Maar in de begrotingstabel die u hebt uitgedeeld op 1 oktober, ja, zien wij een bedrag van 3,5 miljard staan bij 2024. Een verschil dus van 300 miljoen euro. Hoe verklaart u dat verschil tussen wat in uw beleidsverklaring staat en uiteindelijk in de begrotingstabel staat van 1 oktober? Zesde concrete vraag. U hebt de bedoeling, mevrouw de staatssecretaris, om de overheidsboekhouding en de controle hierop te moderniseren. Een groot pijnpunt is soms de erg laattijdige beschikbaarheid van de jaarrekeningen bij een aantal belangrijke overheidsinstellingen, zoals het RISIF, de RSZ en de RVA. Wat is uw plan om hieraan te verhelpen? De controle over deze rekeningen is ook toevertrouwd aan enerzijds het Rekenhof
en anderzijds aan enkele bedrijfsrevisoren. In een eerdere hoorzitting nam een vertegenwoordiger van het Rekenhof het standpunt in dat deze controle best uitsluitend wordt toevertrouwd aan het Rekenhof. Wat is uw standpunt hierover? En tot slot, op Vlaams niveau werd een decreet aangenomen met betrekking tot de zogenaamde single audit. Hierbij wordt een overleg georganiseerd tussen het Rekenhof en de controlerende bedrijfsrevisor om dubbele werkzaamheden te voorkomen. Zal deze regering een gelijkaardig systeem invoeren voor de federale instelling? Ik ga verder met mijn tussenkomst. U hebt het in uw beleidsverklaring ook veelvuldig over budgettaire houdbaarheid. Maar de blauwe en oranje partijen in deze regering zijn natuurlijk met open ogen in de rood-groene uitgavenval getrapt. De uitgaven voor nieuw beleid, ja, die liggen vast. Maar de hervormingen die dat allemaal moeten betalen, zijn ofwel onbestaande, ofwel nog voer voor discussie en dus vatbaar voor uitstel en afstel. Waar de Zweedse regering, Michel, en dat moet gezegd, nog het Belgische uitgavenmonster probeerde te temmen door de overheidsinkomsten te laten teruglopen, dan maakt Paars-Groen vandaag reeds plannen om belastingsverhogingen uit te lokken door de uitgaven op te voeren. Door vandaag de uitgaven nog verder op te drijven zonder te hervormen, stuurt deze regering schaamteloos de factuur door naar de volgende generaties. Dat zeggen niet alleen wij, dat schreef ook collega Hendrik Bogaert van de CD&V in zijn afkeurende stemverklaring over dit regeerakkoord. En ik citeer hem: de begrotingsplannen van deze regering zijn onverantwoord ten opzichte van onze kinderen en kleinkinderen en brengen ons regelrecht naar de kolom van de zwakke, schuldzieke landen. Einde citaat. En ik herhaal nog even deze woorden van collega Bogaert, en voormalig lid van deze commissie. Ik zie ook dat zijn collega van de CD&V momenteel aan het meekijken is, zodanig dat die woorden van collega Bogaert zeer goed bij iedereen kunnen doordringen. De begrotingsplannen van deze regering zijn onverantwoord ten opzichte van onze kinderen en kleinkinderen en brengen ons regelrecht naar de kolom van de zwakke, schuldzieke landen. Dat is dus voor alle duidelijkheid geen Vlaams belanger die dit zegt. Hoe men het ook draait of keert, zelfs als de ramingen kloppen van deze regering in zaken het begrotingstekort en de schuldgraad, bevindt België zich onder de zogenaamde Club Midlanden, de zwakke, schuldzieke landen van Europa. De rood-groene miljardenfacturen zijn duidelijk, maar daartegenover staat een totaal vrijblijvende begrotingsbelofte. Een lege doos. Dat is een rampzalige manier van aan politiek doen. Er worden geen buffers aangelegd voor toekomstige crisissen en die komen er onvermijdelijk. De houdbaarheid van de overheidsfinanciën komt niet alleen onder druk te staan, ook de kosten van de vergrijzing worden onvoldoende gefinancierd. En daardoor komt ook onvermijdelijk de betaalbaarheid van de pensioenen onder druk te staan, want de beloofde verhoging van de pensioenen naar 1500 euro kan geen alternatief zijn voor een pensioenhervorming. Er is nood aan een globale pensioenhervorming die vooral de financiering van het pensioenstelsel op lange termijn veilig stelt. Zeker nu de coronacrisis de overheidsfinanciën heel zwaar onder druk zet. Deze beleidsverklaring bevat dan ook een vorm van nihilisme. België is met een gigantische financiële put aan de coronacrisis begonnen. De vorige regeringen zijn er niet in geslaagd om ooit maar enige buffer aan te leggen. De traditionele politieke klasse in dit land heeft collectief gefaald, maar daarover geen woord in deze beleidsverklaring. Corona is de uitvlucht bij uitstek om de fouten uit het verleden toe te dekken. Wie ook handig gebruik maakt en politiek gebruik maakt van deze coronacrisis is natuurlijk de Europese Unie. In zaken de Europese Unie zegt u dat wij een proactieve houding moeten innemen. U zegt, en ik citeer u, niet alleen reactief op hetgeen besloten en gestemd is, maar waar mogelijk ook proactief tijdens het Europees beleidsproces. We willen meer het Europees beleid meesturen. Einde citaat uit uw beleidsverklaring. U hebt duidelijk het signaal van de Vlaamse kiezer bij de Europese verkiezingen gemist, mevrouw de staatssecretaris. De Vlaamse kiezer wil niet meer Europa, hij wil net minder Europa. U hebt zelf voor de Europese Commissie gewerkt.
Wel, ik heb persoonlijk voor het Europees Parlement gewerkt. En we kunnen niet ontkennen dat heel wat mensen die voor de commissie en het parlement werken in een soort wereldvreemde bubbel leven. Geen coronabubbel, maar een Europese bubbel. Wie zoals de onverkozen Europese Commissie de pretentie heeft om zich van bovenaf met de nationale politiek van de lidstaten te bemoeien, is er uiteraard niet afkerig van om zich te mengen met de steeds moeilijker wordende begrotingsoefening in dit land en de besteding van onze overheidsfinanciën, de zuurverdiende centen van de burgers in dit land. Zelfs in tegendeel, Brussel en Straatsburg verstevigen hun greep op de publieke middelen van de lidstaten en het lijkt er hen om te doen om een ware transferunie te organiseren, een België in het groot als het ware, waar het de zuinige landen zijn die moeten opdraaien voor de lidstaten die structureel verlieslatend zijn. We staan op de drempel van een onomkeerbare transferunie waarin het ene deel van Europa de portefeuille wil gijzelen van het andere deel. Corona wordt momenteel misbruikt door de Europese Commissie om de EU groter te maken en de transferunie verder door te drukken. Voor het eerst worden gemeenschappelijke schulden gemaakt en ook Europese belastingen in het vooruitzicht gesteld. Eerst wordt het geld uitgegeven en daarna wordt pas gekeken hoe dit kan gefinancierd worden. Eigenlijk exact dezelfde situatie als met de federale begroting van deze regering. Europa is een België in het groot. Maar wij passen voor Europese belastingen en schulden, want deze worden een aanslag op de Vlaamse vermogens. Vlaanderen is niet alleen de grootste nettobetaler aan de Europese Unie. Vlamingen gaan daar bovenop via Europese belastingen en schulden ook nog de factuur mogen betalen van de spilzieke Europese instellingen en het dempen van bodemloze Zuid-Europese putten. Vlaams Belang wil niet dat er halfslachtige Europese compromissen worden gesloten ten koste van de Vlamingen. En daarom hebben wij ook nog een derde aanbeveling geformuleerd aan de regering. Voorlopig zijn we nog niet zo ver, maar de pogingen om de EU te bekleden met de economische en financiële macht die normaal hoort bij een reguliere federale staat zijn onmiskenbaar. Sinds de invoering van het begrotingspact en het ESM-verdrag zijn de lidstaten niet langer heer en meester over hun begroting, toch wel het nationale beleidsinstrument bij uitstek. En aan de andere kant lazen we dinsdag in De Tijd dat België 1,6 miljard euro Europees geld ongebruikt laat. En dat leidt mij tot mijn zevende vraag, mevrouw de staatssecretaris. In het verslag van de Europese Rekenkamer staat dat België dus nog 1,6 miljard euro ter beschikking heeft uit de lopende meerjarenbegroting om in onze economie te steken. De projecten moeten wel eind dit jaar worden toegewezen. Hoe zal deze regering dit klaarspelen, die 1,6 miljard euro verzilveren? En tot slot, mevrouw de staatssecretaris, ik zal mij niet uitspreken of u al dan niet hebt deel uitgemaakt van die Europese bubbel. Maar wat wij wel vaststellen uit uw beleidsverklaring is dat u wel deel uitmaakt van een totaal wereldvreemde Belgische bubbel. U schrijft over de coördinatie en het afstemmen van het begrotingsbeleid binnen België het volgende. Om het Europees begrotingskader te respecteren is het nodig dat we binnen België tot een akkoord komen over een duidelijk begrotingstraject voor alle actoren. Einde citaat. Dit is zonder meer de meest wereldvreemde passage in deze beleidsverklaring. Deze alinea is een totale miskenning van de realiteit in dit land. Ook in zaken het Europees begrotingskader heb ik toch de indruk dat er een soort van nihilisme leeft binnen deze regering. Er is wel overleg geweest, maar er is geen enkele afstemming. Het federale niveau, de gemeenschappen en de gewesten nemen louter akte van elkaars begrotingen, maar er is helemaal geen inhoudelijke samenwerking. Dat overlegcomité werkt helemaal niet en dit roept bij ons toch een aantal vragen op. Achtste vraag aan u. Hoe zult u die begrotingsinspanning die ongetwijfeld moet gebeuren in de komende jaren, hoe zult u die gaan verdelen over de verschillende overheden? Wat indien er geen akkoord wordt bereikt tussen de verschillende overheden? En wat indien het akkoord door één of meerdere overheden niet wordt gerespecteerd, zoals we bijvoorbeeld bij de artsenquota hebben gezien? Daar zouden we toch graag even een duidelijk antwoord op krijgen. Want het Brusselse West stevend af op een recordschuld van 11,2 miljard euro in 2025.
Dat blijkt uit een studie van de Universiteit van Namen. De onderzoekers wijten dat aan het voor de hand liggende probleem dat er meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt. Het Brussels gewest is dan ook niet alleen financieel onleefbaar. Deze situatie toont ook aan dat het Brussels gewest onhoudbaar is. Brussel hangt aan het Vlaams heldinfuus. Dezelfde situatie zien we overigens in de Franse gemeenschap. Minister van Begroting Michel Daarden heeft verklaard dat de Franse gemeenschap nooit in staat zal zijn tot een begroting in evenwicht en dat er altijd tekorten zullen zijn. Tegen het einde van de legislatuur zou die schuld van de Franse gemeenschap 130% van het budget bedragen. Maar geen ramp volgens Daarden, omdat de kost van de schuld volledig beheersbaar blijft. Daarden klinkt al even lichtzinnig als PS'er Guy Matteau, die in de jaren 80 al stelde dat het gat in de begroting er vanzelf gekomen was en uiteindelijk zelf zal verdwijnen. De Vlaamse gewestregering staat trouwens niet te springen om de put van de Franse gemeenschap te vullen, want ook de Waalse begroting bevindt zich in moeilijkheden. Het tekort van de Waalse regering loopt op tot 1,8 miljard euro. Een evenwicht tegen 2024 was het doel, maar is nu totaal onrealistisch geworden. Waals minister van Begroting, Jean-Luc Krukke, heeft dit jaar al 4 miljard euro aan leningen afgesloten, maar het zal moeilijk worden om die op een deftige manier gefinancierd te krijgen. Maar de redenering in Wallonië is natuurlijk heel eenvoudig. Indien Wallonië niet genoeg geld heeft om de leningen terug te betalen, kan het aankloppen bij de federale overheid. Die kan dan het geld gaan halen bij de belastingbetaler via nieuwe belastingen uiteraard. En wie nieuwe belastingen invoert, weet dat een overwicht in Vlaanderen zal worden gezocht. Logisch dat er dus geen probleem is in de ogen van Daarden en Krukke. Uiteindelijk weten we allemaal wie de factuur zal betalen. Brussel en Wallonië verteren bij gratie van het welvarende Vlaanderen. De structurele problemen van de miljardenput, die men in Brussel en Namen steeds dieper heeft doen worden, zijn daarmee natuurlijk niet verdwenen. Deze Vivaldi-regering zal net als de voorgaande regeringen stoten op de lamlendige situatie waarin de Waalse economie zich bevindt. De werkloosheid piekt er meer dan in Vlaanderen. Van de mensen die er wel werken, zijn er relatief veel meer aan de slag bij de overheid. Er is veel minder privé-initiatief als men afgaat op het aantal ondernemers en starters. Het armoederisico ligt in Wallonië ongeveer dubbel zo hoog als in Vlaanderen. Het Vlaams Belang dringt er dan ook op aan dat, zolang België niet gesplitst is, de deelstaten geresponsabiliseerd worden voor hun eigen beleid, zodat de schuldenlast die ze opbouwen niet afgewenteld kan worden op andere bestuursniveau. En vandaar hebben wij ook een vierde aanbeveling geformuleerd aan de regering. En collega's, sta mij toe te besluiten dat de Belgische begroting al bijzonder ziek was voor de coronacrisis. De kas was en is leeg. België was al voor de coronacrisis een zogeheten risicopatiënt. En die risicopatiënt die is bijzonder zwaar geveld door corona. België behoorde bij de eerste golf tot de slechtste landen en herhaalt dat nu spijtig genoeg bij de tweede golf. De Belgische patiënt moest dus aan het heldinfuus en wordt, laat ons eerlijk zijn, kunstmatig in leven gehouden met Vlaams belastingsgeld, beademd dus door de Vlaamse belastingsbetaler. Effectentax, stijging van de accijnzen op tabak, koolstoftax, belasting op huurinkomsten. Het is duidelijk wat de strategie is van deze nieuwe regering, namelijk de factuur van de coronacrisis doorsturen naar de Vlamingen. Wat hen betreft moet België blijvend beademd worden met Vlaams belastingsgeld. Wij zullen als Vlaams Belang blijven oproepen om het geldinfuus naar Wallonië door te knippen, de beademing van België met Vlaams belastingsgeld stil te leggen. Ik dank u.